Want ja, ik kom daar om te studeren en niet om model te zijn. Dus ik hechtte daar eigenlijk niet zo heel veel waarde aan. Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een tag voor jullie. En het is alweer even geleden dat ik een tag heb opgenomen. Maar ik vind het altijd leuk om vragen te beantwoorden. Zodat jullie mij toch weer enigszins een beetje meer leren kennen. Voor hoever dat kan, want jullie kennen me inmiddels al bijna door en door. Dit is natuurlijk helemaal in het schoolthema. Want voor sommigen zijn de scholen al begonnen. Sommigen moeten volgende week beginnen. Sommigen hebben nog lekker vakantie. Laat even in de reacties weten wanneer jij weer naar school toe moet. Ik ben heel erg benieuwd. En vandaag ga ik de My School Story tag doen. En dit is een tag van Marcia, die heeft zij zelf verzonnen vorig jaar. Ik was een beetje op zoek naar zo'n soort tag en er bestond nog niet zo heel veel van. En toen kwam ik bij Marcia uit en Marcia is van Beauty Gloss. Vandaar dat ik deze tag van haar overneem. Het waren namelijk een aantal hele leuke vragen waarvan het mij wel heel erg leuk leek om die te beantwoorden voor jullie. Mocht je benieuwd zijn naar mijn schoolverhalen en mocht je benieuwd zijn naar mijn antwoorden op deze tag, blijf dan vooral kijken. De eerste vraag is, hoe oud ben je en zit je nog op school? Nou, deze vraag kan ik eigenlijk vrijwel makkelijk beantwoorden. Ik denk zelfs dat jullie die over mij zouden kunnen beantwoorden. Ik ben namelijk 22 jaar en ik zit al 2 jaar niet meer op school. De volgende vraag is, welke niveaus heb je gedaan? Ik kreeg VMBO T als advies van mijn CITO-toets. En toen ben ik naar een gemengde klas gegaan van T, kader en basis. En toen heb ik heel erg mijn school verneukt. Excuse me for my language. Toen heb ik eigenlijk helemaal niks uitgevreten. En daar heb ik naar de hand wel heel erg veel spijt van gehad. Toen ben ik gezakt van VMBO T naar VMBO basis. En dat was 2 niveaus onder mijn daadwerkelijke niveau. En toen heb ik uiteindelijk dus een opleiding van 2 jaar moeten volgen op niveau 2. Terwijl ik dat echt met 2 vingers in mijn neus heb gehaald. Ik ben heel vaak niet naar school geweest. Ik heb heel veel gespijbeld toen die tijd. Omdat het gewoon simpelweg veel en veel te makkelijk voor me was. Uiteindelijk heb ik auditie gedaan voor een acteeropleiding. En toen ben ik rechtstreeks aangenomen. Er waren een aantal auditierondes. Maar ik was samen met 2 anderen rechtstreeks aangenomen. Dus dat was heel erg leuk. En toen mocht ik eigenlijk van niveau 2 meteen doorspringen naar niveau 4. Omdat ik mezelf al bewezen op dat gebied. Doordat ik was aangenomen, ik zat toen nog ongeveer 3/4 jaar nog op school. En toen moest ik mijn examenperiode nog in. En toen motiveerde me het extra om dat schooljaar af te maken. Zodat ik daarna iets kon gaan doen wat ik echt leuk vond. De volgende vraag is, vond je school leuk? Ik vond school zeker eigenlijk wel leuk. Want op school leer je gewoon een hele hoop vriendinnen kennen. En mensen die je buiten school waarschijnlijk nooit had ontmoet. Ik heb gewoon echt een aantal hele goede vriendinnen over gehad aan school. Zoals Anouk, mijn allerbeste vriendin. En Tess die ik op de andere middelbare school heb leren kennen. En daar heb ik met beide heb ik nog steeds heel goed contact. Op mijn opleiding deed ik ook weer met Tess. Dus dat was wel heel erg leuk. Want bij haar had ik ook op de middelbare school gezeten. Ik heb namelijk op 2 middelbare... Ik doe er 4, maar 2 middelbare scholen gezeten. De eerste en de tweede heb ik gedaan op Montessori College Kwakkenberg in Nijmegen. Zeg maar 2 lerenjaren. En daarna zou je dan overgaan naar Bergendal. En dat wou ik niet. Dus toen ben ik naar Maaswouw College Oosterweg in Wiegen gegaan. En daar heb ik leerjaar 3 en 4 gedaan. En uiteindelijk ben ik op ROC Nijmegen beland. Een van de slechtste scholen ever, als je het mij vraagt. Maar goed, dat terzijde. Daar heb ik toerisme en recreatie gedaan. Dat was dus dat hele lage niveau waar ik het net over had. En uiteindelijk ben ik aangenomen op Brijnijssel op de opleiding artiest drama. En dat heb ik ook nog 2 jaar gedaan. En toen ben ik gestopt. Om even terug te komen op de vraag. Want daar ging wat ik beantwoordde ging eigenlijk helemaal niet over de vraag. Ik heb het eigenlijk altijd heel erg naar mijn zin gehad op school. En net even mede mee te maken dat je het zelf gewoon heel erg leuk moet maken. Weet je, je kunt wel met zo'n bek iedere keer opstaan en denken, kut zo, ik moet weer naar school. Ja, dan ga je het voor jezelf ook niet leuk maken. Maar als je gewoon met een positieve vibe naar school toe gaat en denkt van, oh lekker, gezellig met mijn vriendinnen, maak je er vanzelf wel iets leuks van. En natuurlijk heeft het er wel mee te maken met als je op een leuke opleiding zit. Ik vond bijvoorbeeld artiest drama heb ik echt veel en veel leuker ervaren dan toen ik recreatie toerisme deed. En dat heeft er alles mee te maken omdat de opleiding gewoon veel meer in mijn smaak was. Dus ja, ik heb eigenlijk al met alfa heb ik gewoon een hele leuke tijd gehad op school. De volgende vraag is, wat vond je het leukste vak op school? Ik weet dat ik een vriendenboek zat schreef, de pauze. Op de middelbare school vond ik dat drama, omdat we daar mochten acteren en mochten zingen. Want daar lag natuurlijk mijn passie, dus dat vond ik wel heel erg leuk. En op de opleiding toerisme en recreatie, het vak recreatie, daar gingen we zeg maar ook een beetje met theater aan de gang. Wat ik het leukste vak vond op mijn opleiding artiest drama was zang. Want ik vind zangles vind ik gewoon heel erg leuk. We hadden daar echt een superleuke docent voor. Dat was voor eigenlijk gewoon altijd heel erg gezellig. Dat vond ik echt een heel leuk vak. Ik moet zeggen dat ik op artiest drama sowieso een aantal vakken echt heel erg leuk vond. Ik kreeg ook een les van, volgens mij was dat spel van Sebas. En dat vond ik ook altijd echt super leuke lessen. Ik heb daar ook heel veel van geleerd van hem.
Maar over het algemeen, als je praat over middelbare school, et cetera, dan was het echt drama. Alles wat met acteren, zingen of dansen te maken had, dan maakte hij mij helemaal blij. De volgende vraag is, wat vond je het stomste vak op school? Die kan ik echt per direct beantwoorden, want dat was wiskunde. Ik vond wiskunde en rekenen super stom en ik ben daar ook helemaal niet goed in. Dat vond ik gewoon echt een kutvak. Hoe laat stond je op om naar school te gaan? Dat verschilt een beetje. Ik denk over het algemeen, toen ik op mijn opleidingen zat, was dat altijd wel 7:15. Dan moest ik met de trein naar Arnhem of ik moest naar Nijmegen, maar dan ging ik altijd fietsen. Toen ik op de middelbare school zat, dat was veel eerder, want toen moest ik altijd 7:15 weg. Ik weet dat ik altijd met Anouk echt 7:15 ging fietsen, omdat het was een uur fietsen ongeveer. Anouk en ik waren dan ook nog heel erg aan het kletsen en aan het ouwe hoeren, dus dan deden we er altijd nog 1 uur en 1 kwartier over. Toen moesten we echt altijd 7:15 wel weg, anders kwamen we gewoon niet op tijd. In mijn laatste opleiding stond ik altijd 7:15 op en dan ging ik 7:15 de deur uit. En de school begon dan 9:00, dus dan was ik altijd netjes op tijd. Hoe ging je naar school? Nou, die vraag heb ik eigenlijk net al een beetje beantwoord. Ik heb altijd gefietst. Op de middelbare school in Nijmegen heb ik altijd gefietst. Naar Wijchen heb ik altijd gefietst. Recreatietoerisme heb ik ook heen gefietst. Alleen toen kwam ik in Arnhem terecht op school. En toen kon ik natuurlijk niet meer fietsen. Dus toen ben ik met de bus en met de trein gegaan. En dat was oprecht ook echt heel erg leuk. Ik denk dat ik de meeste dingen heb meegemaakt op de fiets. Vooral samen met Anouk. We hebben echt zoveel verhalen van ons op de fiets naar school. Echt, daar maak je hele leuke dingen mee. Dus zeker fietsen, want naast het feit dat het heel erg gezond is, heb je daar de leukste gesprekken en maak je soms de gekste dingen mee. De volgende vraag is, wat voor schooltas gebruikte je? Ik had altijd een beetje een vierkante bag. Ik heb hem niet meer, want hij is echt helemaal versleten. En die kwam altijd van Invito. En Invito had altijd gewoon hele fijne schooltassen. Een hele donkerbruine was dat. En die kon je gewoon makkelijk meezeulen. En die had ook zo'n band, zeg maar, zodat je hem ook kon laten hangen. Dat je hem niet op je schouder moest dragen of wat dan ook. En dat vond ik altijd een heel positief iets. En later toen ik naar de opleiding ging en zo, toen wisselde ik zoveel van schooltassen. Daar had ik gewoon mijn handtas mee en daar stopte ik mijn boeken in. En dan ging ik er gewoon vandoor. Maar over het algemeen heb ik eigenlijk altijd tassen van Invito gebruikt. De volgende vraag is, welke beautyproducten zaten er in je schooltas? En die kan ik heel snel en makkelijk beantwoorden. Namelijk helemaal niets. Ik had niet zo heel veel met beauty. Ik moet zeggen dat ik op een lipstick na nu ook niet heel veel met mijn meezul. Ik gebruikte wel foundation en ik deed wel mascara op. En dat was het eigenlijk ook. Ik gebruikte geen blush, geen bronzer, geen highlighter. Ik deed mijn wenkbrauwen niet bijtekenen. Dat soort dingen deed ik allemaal nog niet. Toen ik op een opleiding zat, toen nam ik ook echt alleen maar lipstift mee of zo. Het is nooit dat ik echt een make-up tasje heb meegenomen. Dat vond ik altijd een beetje onnodig. Want ja, ik kom daar om te studeren en niet om model te zijn. Dus ik hechtte daar eigenlijk niet zo heel veel waarde aan. Wat voor een agenda had je vroeger? En ik had altijd een agenda van de HEMA. En die plakte ik helemaal vol met foto's. Ja, dat eigenlijk niet heel erg bijzonder. Heel standaard waarschijnlijk. Maar ik had altijd gewoon zo'n standaard. Gewoon zo'n leuke agenda van de HEMA. HEMA heeft altijd hele leuke schoolspullen. En die plakte ik dan helemaal vol met foto's en daar werd ik dan vrolijk van. Had ik nog steeds. Ik heb ze volgens mij, voordat ik ging verhuizen, weggegooid. Omdat het eigenlijk bullshit is waarom ik ze bewaarde, want er stond helemaal niks bijzonders in. En de foto's heb ik er wel overigens uitgehaald, maar ik bewaarde mijn agenda's altijd. Maar uiteindelijk kwam ik erachter dat dat gewoon onzin was. De volgende vraag is, wat is je grootste schoolblooper? Ik denk dat ik wel aardig wat schoolbloopers heb gemaakt. Sowieso in de periode samen met Anouk. De eerste die bij me opspringt is het feit dat Anouk en ik onderweg waren naar school. We gingen 's ochtends taart eten met een taartwinkeltje. En toen werd Anouk opgebeld door haar moeder. En toen had Anouk gefaked dat haar ketting eraf lag. Die lag er overigens ook echt af. Dus dat was niet gefaked. Ze, haar moeder belde op en Anouk vertelde dat haar ketting eraf lag. En omdat de ketting er toch af lag en we moesten toch al lopen, zijn we dus inderdaad in zo'n taartwinkeltje gaan zitten. Hebben we een halve fly opgegeten, geloof ik. Toen moesten we nog een excuus bedenken waarom ik dan ook te laat was. Want ja, een beetje onlogisch. Waarom zou ik bij Anouk moeten blijven als ik ook alleen naar school toe kan lopen? Dus toen hadden we verzonnen dat we een ongeluk hadden. Dus ik was op het punt om mijn stuur scheef te zetten, zodat het een beetje echt leek. En toen fietste onze mentor voorbij en die zei, dames, denken jullie een beetje aan de tijd? En toen was het echt van, fuck, ze heeft gewoon gezien dat ik mijn stuur aan het scheef zetten was. Uiteindelijk bleek er niks aan de hand te zijn, maar we hebben er wel heel hard om kunnen lachen. De volgende vraag is, wat deed je als de les saai was? Nou, zul je er waarschijnlijk een beetje van schrikken, maar ik ben wel een aantal keer in slaap gevallen in de les. Anouk en ik droegen wel eens zonnebrillen. Daardoorheen kon je onze ogen niet zien. Dus dan lagen we gewoon te pitten. Ik weet wel een keer een les, die vond ik helemaal niet saai. Die vond ik juist super boeiend. Maar ik was toen zo moe. Dat ik altijd echt zo mijn ogen aan het openhouden was. En dat ik dan dacht, oh, ik ga heel veel mijn ogen dicht doen. En dan weer terug bij de les. Maar dat ik echt bijna in slaap viel. Eigenlijk probeer ik dan maar toch iets van de les te maken. En desnoods
ging ik ouwe horen met mijn vriendinnen of zo. Maar of ik ging op de computer, dan ging ik maar gewoon video's kijken en dat soort dingen. Wie is jouw favoriete leraar en waarom? Nou moet ik zeggen dat ik niet meer al mijn leerkrachten ken. Het is allemaal best wel lang geleden. Dus ik pak heel even de leerkrachten van mijn laatste opleiding. Dat is Mark. Ja, Mark die gaf licht en geluid. En dat is wel oprecht mijn favoriete leerkracht. Omdat hij gewoon een super toffe vent is. En mensen die bij mij op school hebben gezeten, die kunnen dat beamen. Super grappig. En hij gaf eigenlijk een hele saaie les. Maar omdat hij het zo leuk bracht, werd het toch een van je favoriete lessen. Dus ja, dat was zeker mijn favoriete leraar. Was echt een hele grappige en leuke man. De volgende vraag is, vertel een leuk verhaaltje over wat je hebt meegemaakt op school. Oh, dat vind ik zo lastig. Ik ben ontgroend op school. Ik ben ontgroend op de middelbare school. Samen met Anouk hadden we een feest. Ik weet niet eens of het een schoolfeest was. Heb ik gezoend met iemand die veel kleiner was dan mij. En dat ging allemaal niet echt soepeltjes, want hij stond achter mij en ik was in op andere hout. Hakker. Ja, ik heb eigenlijk zoveel meegemaakt op school. Er staat nog steeds op de planning om een keer samen met Anouk zo'n video op te nemen daarover. Nog een grappig verhaaltje was dat ik op een gegeven moment Engels of Duits had, want dat was van dezelfde leerkracht. Ik kwam in ieder geval bij Roeland, ook op Montfort College Kwakkenberg. Want ja, omdat ik daar dus mijn school het meest heb verneukt, heb ik daar ook het meest meegemaakt. En toen was eerst Indra eruit gestuurd, was een vriendinnetje van me. Toen werd ik eruit gestuurd. En toen zaten wij dus in de aula en toen daarna kwam Anouk eraan. Of dat ik les had en dat de leerkracht tegen me zei, joh, je weet waar je moet zijn, hè? En dan stond er echt zo'n tafeltje buiten mijn stoel en dan kon ik daar gaan zitten de hele les. Anouk komt aankomende maandag, dus dan zal ik het daar even met haar over hebben. En wie weet dat we dan een video opnemen. Ik hou de hoop erin. En de laatste vraag is, wat ben je geworden nadat je de school hebt afgemaakt? Ik ben YouTuber geworden. Ik ben gaan vloggen. Ik ben vlogger geworden. Eerder heb ik fulltime gewerkt. Dat was niet helemaal mijn ding. En uiteindelijk was ik begonnen met YouTube. En dat groeide zo hard dat ik daar in een hele korte periode ineens mijn fulltime baan van heb kunnen maken. En ik doe nu oprecht wat ik het allerleukste vind. Ik denk niet dat ik welk willekeurig beroep ooit liever had willen doen dan dit. Ik had echt niet grager op een podium gestaan dan nu voor de camera voor jullie. Ik ben echt ontzettend gezegend met het feit dat ik dit elke dag mag doen en heel erg gelukkig. En dat realiseer ik me heel vaak. Heel veel mensen vragen wel, denk je dat je dit voor altijd kan blijven doen en dit en dat, allemaal van die standaard vragen. En dan denk ik, ja, maar ja, ik ben in het diepe gesprongen om dit te gaan doen. Ik ben er aan het uitklimmen en het gaat heel goed. Ik zie wel waar het belandt. Als ik de acteeropleiding had afgemaakt, wist ik ook niet of dat het wel werd. Want dat is ook een heel onzeker vak. Zolang het leuk blijft, blijft het leuk. En ik zie me echt nog lang niet stoppen hiermee. Het liefst ga ik door totdat ik in mijn kist lig. Zo, dat klonk even heftig. Vloggen tot ik trouw, tot ik kinderen krijg. Alles. Dus ik ben er nog lang niet klaar mee. En ik ben heel erg gelukkig met wat ik ben geworden. En ik hoop dat ik dat nog heel lang kan blijven. Dan was dit mijn school story tag. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ben je benieuwd naar de vragen? Check dan even de beschrijving. Daar staan alle vragen. En dan kun je deze tag natuurlijk overnemen als je deze tof vond. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Geef een like als je deze video leuk vond. Vergeet ook niet mij te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag weer tot de volgende video. Doei! Wat is je favoriete kamer in jullie nieuwe huisje? Dat is toch wel de woonkamer.